Auto's in brand, hulpverleners belaagd. De straffen zijn er nu al. De vraag is, helpt het ook? Werkt zonder meer, zeker als er dit soort forse gevangenisstraffen worden opgelegd. Supersnelrecht voor wie zich heeft misdragen met oud en nieuw. Verder in het nieuws vandaag. Duitse demonstraties tegen de islam. En de tv gaat even op zwart bij 2,3 miljoen Ziggo-klanten. Goedenavond. Misdragingen rond oud en nieuw. Vuurwerk naar de politie en auto's in brand. 5 verdachten stonden vandaag voor de supersnelrechter in Den Haag. Die rechter deelde straffen uit van 10 dagen tot 3 maanden cel, naar verhouding hoge straffen. Maar dat is de consequentie als je zoiets doet in de oudejaarsnacht, zegt de rechter. Mohammed M. stak een auto in brand met oud en nieuw. Hij ontkent. Maar er zijn beelden van, dus hij moet van de rechter 3 maanden de cel in. Bovendien moet hij de komende 2 jaar met oud en nieuw thuis blijven en moet hij 1000 euro schadevergoeding betalen. We weten dat die oud en nieuw viering zich vooral ook buiten afspeelt. En dat er alcohol in het spel is. Dat heeft u zelf ook gezegd. Ik had behoorlijk wat gedronken. Dat er vuurwerk in het spel is. Ook zwaar vuurwerk. En dat het juist belangrijk is in die nacht om de gezondheid en veiligheid van alle personen, maar ook goederen op straat, om dat te handhaven. Richard M. gooide vuurwerk naar 2 agenten. Volgens hem niet expres. Maar daar had de rechter geen boodschap aan. Zij moeten daarbij ongehinderd hun werk kunnen doen. En zij moeten niet te maken krijgen met geweld. En nou heeft u juist naar 2 van zulke verbalisanten vuurwerk gegooid in hun richting. En dat neem ik u erg kwalijk. Het is een strafbaar feit wat ik hoog opneem en waar u dan ook zwaar voor gestraft moet worden. Hij krijgt 2 maanden cel en mag ook 2 jaar niet de straat op met oud en nieuw. Morgen behandelt de rechter nog 3 zaken uit de nieuwjaarsnacht. Lidwien Gevers is in Den Haag bij de rechtbank. Lidwien, hoge straffen dus. Maar ja, de vraag is, zijn ze effectief? Ja, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de verdachte kijken, maar dat supersnelrecht, dat was bedoeld als afschrikwekkend middel. Hè? Lik op stuk, hoge straffen. Maar in de nieuwjaarsnacht of oudjaarsnacht zijn er honderden arrestaties verricht. En uiteindelijk zijn er maar 8 zaken geschikt bevonden voor dat supersnelrecht. Alleen hier in Den Haag. En toch denkt het Openbaar Ministerie hier dat dat afschrikwekkende effect er wel degelijk is. Het werkt zonder meer, zeker als er dit soort forse gevangenisstraffen worden opgelegd. Deze jongens die zijn in elk geval afwezig bij de nieuwjaarsreceptie. En hebben heel wat uit te leggen op het moment dat ze straks weer wel naar hun werk kunnen. Ja, Lidwien, jij zegt honderden arrestaties, maar toch maar een paar zaken voor dat supersnelrecht. Waarom is dat? Nou, niet alle zaken komen in aanmerking. Het moet in de eerste plaats gaan om eenvoudige zaken die binnen een paar dagen rond zijn, waar niet te veel aanvullend onderzoek voor nodig is. Dat kost alleen maar tijd. En verder is het zo dat hier in Den Haag in ieder geval er dit jaar veel meer overtredingen begaan zijn. Overtredingen die gaan naar de kantonrechter. Voor supersnelrecht moet het gaan om eenvoudige misdrijven. Dat is een zwaardigere categorie dan overtredingen. En die zijn er dit jaar minder gepleegd hier. Dus dat zou je nog positief kunnen noemen ook. Oké, Lidwien, dankjewel. Ja, dat waren de straffen, maar hoe zit het met het schadebedrag? Voor hoeveel is er vernield, in vlammen opgegaan rond oud en nieuw? 4 jaar geleden ging het om een bedrag van zo'n 21 miljoen euro. Daarna was er ieder jaar minder schade. Vorig jaar 9 miljoen. Extra opvallend tussen het bedrag van dit jaar. Bijna de helft meer, 13 miljoen. De verzekeraars zeggen, vorig jaar was er regen en dit jaar was het droog. Nou, door het droge weer is het vuurwerk eigenlijk effectiever. En komt het ook brandend op plekken waar het niet moet komen en veroorzaakt dus schade. Nou, dit soort wensballonnen komen ook terecht op plekken waar ze niet moeten komen. Volgens de verzekeraars veroorzaken ze veel schade. Het nadeel van die wensballonnen is dat als eenmaal het papier vlam vat, er ze eigenlijk ook vlammend naar beneden komen. En dan kun je pech hebben en kan het ook bijvoorbeeld op een dak neerkomen of anders, waardoor er brandschade gaat ontstaan. Ja, brand. Oudejaarsavond verliep heel dramatisch in het Brabantse Ude. 2 basisscholen werden daar verwoest door brand. Oorzaak onbekend. Maar het goede nieuws is dat de 350 leerlingen sinds vanochtend toch alweer les kregen in 4 scholen in de buurt.
Ze zijn allemaal hun schriftjes kwijt en werkstukken en tekeningen. En dan is zo'n eerste dag na de vakantie niet alleen spannend, maar ook een beetje verdrietig. 46 leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Brink, te gast in leegstaande lokalen van collega basisschool De Leeuwerik. We hebben het wel een beetje over gehad. Ja, niemand vindt het leuk. Het is allemaal heel na wat er gebeurd is. Mijn moeder zei, waarschijnlijk heb je maandag geen school of misschien ook de aankomende weken nog niet. Maar ik vind dat ze heel goed en heel snel hebben gedaan. Oudjaarsavond, 10 uur. 2 basisscholen in brand, niks meer aan te doen. Het duurt uren voor het vuur onder controle is. Ude vanmorgen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand heeft nog niets opgeleverd, maar de zoektocht naar lesruimte wel. Er waren 15 lokalen over, elders in Ude. Die leegstand was tijdelijk ingevuld met andere activiteiten. Maar door de situatie waar we nu voor stonden en het belang wat er was om kinderen zo snel mogelijk weer een plek te geven, hebben we dat vrij kunnen maken en hebben we dat opnieuw kunnen inrichten om de 15 groepen kinderen van deze 2 scholen op te vangen. Er is de afgelopen dagen natuurlijk ontzettend veel werk verzet. Er moest meubilair komen, ouders zijn ingesprongen. En ja, tot mijn vreugde moet ik zeggen dat alles keurig in gereedheid is vanochtend. De kinderen kwamen zelf inderdaad mee van ja, onze school. En hoe moet het nu? En waar moeten we straks heen? En, maar ja, gelukkig zijn ze wel allemaal goed opgevangen. En nou zitten ze weer gezellig in de klasje, lekker met de eigen kindjes. Ja goed, en dat is wat mama's willen en papa's. Over een paar weken gaan de leerlingen terug naar hun eigen wijk. Ze krijgen dan les in noodgebouwen. Moskeeën in Nederland willen een betere bescherming. Ze hebben een brief om hulp gestuurd aan premier Rutte. Ze zijn bang dat ze, net als in Zweden, het slachtoffer worden van aanslagen. In Zweden zijn de afgelopen weken 3 aanslagen gepleegd met brandbommen. Eind vorige week werd op een Nederlandse Facebookpagina opgeroepen om dat Zweedse voorbeeld te volgen. De laatste jaren neemt het geweld tegen moskeeën in Nederland toe, blijkt uit onderzoek. Vernielingen, bekladdingen, brandstichting, dreigbrieven of een varkenskop voor de deur. Steeds vaker krijgen moskeeën ermee te maken, blijkt uit 10 jaar lopend onderzoek. Dat incidenten en geweld bij moskeeën tamelijk structureel aan het worden is. En dat betekent dat het veel voorkomt en regelmatig voorkomt. In 85% van de gevallen wordt aangifte gedaan. Vaak gebeurt er niet zoveel mee. Je ziet ook heel weinig gevallen dat het echt opgelost wordt en dat daders gepakt worden, laat staan dat ze berecht worden. Bij de Rotterdamse Es-Salaam moskee zorgen ze zelf voor beveiliging met bewakers en camera's. Maar de meeste moskeeën kunnen dat niet betalen. Het probleem wordt niet serieus genomen, zegt Nordin Elouali. Het lijkt erop alsof de maatschappelijke en de politieke discussie van de afgelopen jaren zo ver is doorgeschoten dat wij als samenleving niet zo sensitief meer zijn waar het gaat om islam of moslims en uitspraken jegens die groep of zelfs daden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere vormen van haat zoals antisemitisme of homofobie. En ik vind dat we consequent alle vormen van haat of discriminatie als samenleving, dat we daar adequaat op moeten reageren en zeggen dit accepteren we niet. Binnen de islamitische gemeenschap is bezorgd gereageerd op de oproep op Facebook het gewelddadige voorbeeld van Zweden te volgen. In een brandbrief aan premier Rutte wordt om bescherming gevraagd. Het mag niet zo zijn dat wij in Nederland de beperking gaan voelen van vrijheid van religie, die wij hier als groot goed hebben ervaren. En wij vinden het een groot goed die moet beschermd worden. De overheid heeft premier daar een taak in. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft de briefschrijvers uitgenodigd voor een gesprek. In Duitsland zijn duizenden Duitsers vanavond de straat opgegaan om te protesteren tegen asielzoekers en wat zij de islamisering van Europa noemen. Dit zijn beelden uit Dresden van vanavond. Wat maanden geleden begon als een klein protest in 1 stad, heeft Duitsland inmiddels in zijn greep. De Duitse politiek worstelt met de vraag wat te doen met zoveel uitingen van onvrede in steeds meer steden. Ja, für mich ist das sehr wichtig. Ich möchte keine Islamisierung in Deutschland haben. Ich wohne schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ganz große Achtung von deutschem Volk, von deutscher Kultur und deswegen bin ich hier. Die, die hier arbeiten und ganz normal leben, die können da leben. Aber die hier rüberkommen, um Verbrechen zu begehen, die nur unser Geld wollen, die haben nichts zu suchen hier, absolut nichts. Es geht um die Arroganz und den Hochmut unserer Politiker. Und es gibt so einen alten Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Korrespondent Jeroen Wollaars ist in Dresden. De opkomst, Jeroen, die ist massaal blijkbaar. Hè? Warum slaat het zo aan?
Omdat het taboe doorbrekend is, denk ik. De dingen die je net in dat korte filmpje hoorde, die hoor je hier niet vaak in Duitsland. En je merkt eigenlijk dat het ook voor een breder verzet staat. Niet alleen een verzet tegen asielzoekers, een verzet tegen islamisering, maar ook tegen Europa of tegen de politiek in het algemeen. En in die zin doet het me allemaal een beetje denken aan de opkomst van het fortuinisme bij ons in Nederland. 10, 12 jaar geleden was het ook moeilijk om kritiek te hebben op de multiculturele samenleving. Later bleek dat die kritiek ook vaak symbool stond voor andere gevoelens van onvrede. Nou, en dat gevoel, dat is hier in Duitsland nu steeds duidelijker. En je merkt dat er oprecht ruimte is. Ruimte die onder meer wordt opgeëist door deze mensen. West-Duitse televisie kon je voor de val van de muur bijna overal zien, behalve hier. Zo diep in het oosten ligt Dresden. Nog altijd is wat van buiten komt hier vreemd. Zelfs als er bijna niets van buiten komt. In deze hele deelstaat is maar 0,4% van de bevolking moslim. En toch begon hier 11 weken geleden het eerste protest. Klein, maar inmiddels gaan steeds meer mensen elke maandagavond de straat op. En niet alleen hier. In veel Duitse steden, van Keulen tot Berlijn, wordt gedemonstreerd. En overal is de, al dan niet terechte, angst voor het verlies van de eigen cultuur de reden. Jetzt gab es die Debatte in Bayern, dass man nicht mal mehr Grüß Gott als Begrüßung sagen darf, damit man den muslimischen Mitbewohnern nicht die Gefühle verletzt. Und das finde ich undiskutabel. Deshalb fordern wir als Pegida genauso, dass nicht nur das Recht auf Integration in unserem Land im Grundgesetz verankert wird, sondern auch die Pflicht der Integration. Zo'n standpunt wordt in Duitsland al snel voor extreem rechts gehouden. Maar steeds meer mensen vinden dat onterecht. Es gibt in Deutschland eine Repräsentationslücke im Bereich des rechten Spektrums. Das Parteiensystem und der öffentliche Diskurs haben sich nach links bewegt im Vergleich zu dem, was an den Stammtischen der Nation gesprochen wird. Und in diese Lücke treten Bewegungen wie Pegida. Und die gefestigte Politik, die schrikt. Merkel riep in haar nieuwjaarstoespraak zelfs op om weg te blijven bij dit soort demonstraties. Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen. Denn zu oft sind Vorurteile... is kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Maar ondertussen roept de ene na de andere politieke partij om hervorming van het ruimhartige, maar ook slome Duitse asielbeleid. Pegida noemt het hun succes. Ja, Jeroen, de bondskanselier die zegt dus blijf weg bij die protesten. Dat doen mensen dus blijkbaar niet. Zijn veel Duitsers het überhaupt eens met haar? Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel tegendemonstraties, hè? Dat moeten we ook vertellen. In Berlijn bijvoorbeeld was er vanavond een waar zelfs de minister van Justitie de straat op ging. In Keulen hebben ze uit protest tegen de Pegida-demonstratie die daar was de verlichting van de Dom gedoofd. Dus nee, natuurlijk een merendeel van de Duitsers staat hier niet op dit veld achter mij. Maar het zijn er wel weer net zoveel als vorige keer. Dus de woorden van Merkel zijn bij deze mensen niet aangekomen. En het geluid van deze mensen draagt ver. Het zal me niets verbazen als de komende periode concrete voorstellen worden gedaan om dat Duitse asielbeleid te veranderen. En dan hebben ze hier, goedenavond, dan hebben ze hier toch wat bereikt, denken ze. Oké, dankjewel. Vanuit Dresden, Jeroen. De oud-eigenaren van de failliete reisorganisatie OBAD claimen 80 miljoen euro van de Rabobank. Ze vinden dat de bank verantwoordelijk is voor het faillissement, onder meer door strengere financiële eisen te stellen. De Rabobank ontkent en zegt dat OBAD verlies leed en afspraken niet nakwam. Door het bankroet verloren 1600 medewerkers hun baan. In de Amerikaanse stad Boston is de rechtszaak begonnen tegen de 21-jarige Georgia Tsarnaev. Hij en zijn oudere broer lieten in april 2013 twee bommen ontploffen tijdens de marathon daar. Het proces begint met het kiezen van de jury en dat kan lang gaan duren, omdat er mensen moeten worden gevonden die na alle media-aandacht onpartijdig kunnen zijn. Bij de aanslag kwamen destijds 3 mensen om het leven. De kroon op de postzegel met Willem-Alexander wordt aangepast. Die had namelijk 4 bogen, terwijl de Nederlandse kroon 8 bogen heeft. PostNL zegt dat de oude kroon geen fout was, maar dat de ontwerpers bewust hadden gekozen voor een kroon die er mooier uitzag. Het bedrijf past de postzegel nu toch aan, omdat er klachten over waren binnengekomen. Kabelmaatschappijen UPC en Ziggo zijn samen enorm groot. Ze bereiken zo'n beetje heel Nederland. En nu ze binnenkort echt samen gaan, heeft dat voor Ziggo-klanten grote gevolgen. 2,3 miljoen mensen zijn dat. En bij hen gaat de televisie op zwart. Hun digitale aansluiting moet opnieuw worden ingesteld. Dat is een mega-operatie die vanochtend begon in Gorendijk.
Voor veel mensen is het een kleine ramp als de televisie het niet meer doet. Het journaal kijk ik altijd. En ik mag graag muziekprogramma's. En André van Duin vind ik soms ook wel leuk. Ook altijd niet, maar En het is voor veel mensen heel moeilijk om een tv opnieuw aan te sluiten. Dan bel ik even mijn zoon of ik ga er even naartoe en dan, die heeft er goed verstand van. De zoon kan thuis blijven. Ziggo zelf zet alle hens aan dek om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Wat betekent dat ze wellicht naar buiten toe wat minder aandacht hebben. En voor een KPN of een Vodafone of misschien wel een T-Mobile en een Tele2 zijn natuurlijk zat kansen dan om, mocht het misgaan, om daar leuk op te reageren. En Ziggo weet dat het niet goed functioneren van televisieaansluitingen enorme imagoschade kan opleveren. En het weglopen van klanten. Dit zijn de klachten over Ziggo die in 1 week tijd bij ons binnenkwamen. Het verleden heeft de huidige strategie van telecombedrijven gevormd. Kan ik mijn bestaande klanten tevreden houden? Dus door extra diensten toe te voegen aan het bestaande pakket. Dat levert uiteindelijk veel meer op dan heel veel geld stoppen in het werven van nieuwe klanten. Dus het is denk ik Ziggo's beleid om te zorgen, houden wat we hebben en zorgen dat zo min mogelijk mensen weglopen. En dat was vandaag in Gorredijk te zien. Dit doen we met name voor de mensen die zeg maar, wat meer moeite ermee hebben om de zenders opnieuw te zoeken. Dat zal een kleine minderheid zijn, maar die zijn er natuurlijk wel en uiteindelijk zijn er toch heel wat mensen. En de volgorde van zenders en zo. Blijf hetzelfde. Want we kijken ook van of er nog dingetjes verbeterd kunnen worden. En dan loopt de planning ook weer net even anders dan dat we dachten. Daarom kan Ziggo geen precieze datum geven voor het afronden van de operatie. Het gaat waarschijnlijk enkele maanden duren voordat alle 2,3 miljoen aansluitingen zijn overgezet. 50 meter hoog zitten ze op een containerkraan in de haven. De machinisten die de schepen laden en lossen. De komende jaren moeten ze hun cabine uit. Want er komen kranen die machinisten op afstand kunnen besturen. Vandaag werd het eerste containerschip op die manier gelost. Dat is een wereldprimeur die gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid in de haven. De Marstal Maersk vaart met maximaal 18.000 containers tussen Azië en Europa. Dit soort grote schepen zijn duur en moeten binnen een dag gelost worden met snellere kranen. En die bewegen zo snel dat machinisten er misselijk van kunnen worden. Door die hoge snelheden werkt dat niet goed uit op de kraanmachinist zelf als persoon. En de hoogte van de kraan is zodanig dat het zicht te veel wordt beperkt. Die koningen van de haven zaten op 40, 50 meter hoogte. Zijn naar beneden gekomen van hun troon en hebben nu een hele gewone kantoorbaan. De machinist wordt een bestuurder op afstand. Krijgt 6 schermen en 4 joysticks. Minder uitzicht, maar meer comfort. Nou, ergonomisch gezien is het wel een stuk beter voor je. Ja, je zit niet meer helemaal onder je te kijken en dat getril is helemaal weg. En je kan gaan zitten of je kan gaan staan. Mark, ik geef het over naar Willem. Medewerkers aan boord geven nog wel aanwijzingen. Alle machinisten hebben eerst op een echte kraan gezeten. Die weten zeg maar waar ze mee bezig zijn. Die weten wat voor zware lasten er onder de kraan hangen en wat een kraan allemaal kan doen. Toch is er onrust in de haven. Het werk wordt geautomatiseerd, maar het containervervoer groeit niet meer zo hard. Sommige havenwerkers maken zich dan ook zorgen om hun baan, bleek onlangs tijdens een demonstratie in Rotterdam. Maar volgens APMT is deze ontwikkeling noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Als we niet investeren in de modernste terminals, en dat betekent dus ook moderne techniek, dat we de slag natuurlijk met de omliggende havens toch gaan verliezen. Dus het is absoluut noodzakelijk. Een schip lossen op deze manier kan in de toekomst 2 keer zo snel. Maar dan moeten de mannen op kantoor nog wel even oefenen. Ja, wie maffia zegt, zegt Italië, want daar zitten ze, de maffia-clans. En dan vooral in het zuiden, denk je dan. Maar de afgelopen weken zijn er tientallen maffialeden gearresteerd op een plek waar je dat niet meteen zou verwachten. In het rijke noorden, rondom Milaan. Bij de grote Expo 2015 wereldtentoonstelling wil de maffia-clans infiltreren. En vanuit het noorden waaieren ze uit Europa in, ook richting Nederland. Op dit enorme terrein in Milaan opent over een aantal maanden de wereldtentoonstelling. Aan die expo valt een hoop geld te verdienen, aan bouwopdrachten, maar straks ook aan de bezoekers die hier naartoe komen. Dat trekt in Italië uiteraard niet alleen legaal geld, ook de maffia hoopt hier zijn slag te slaan. Politiebeelden uit het arme zuiden van Italië zijn ook in het rijke noorden niet vreemd meer. De maffia is stevig geworteld in de regio Milaan. Het is een springplank voor Italiaanse misdaad in heel Europa.
Nei vostri paesi voi non sapete niente, siete molto indietro rispetto a noi. L'andrangheta è sbagliato per voi vederla come un fenomeno italiano o calabrese. È un fenomeno mondiale. Vanuit Milaan, Europa in. In toerisme, drugs, transport, bouwbedrijven. De Italiaanse maffia-organisaties zijn nu operationeel in de hele EU. Blijkt uit een onderzoek van eind vorig jaar. De 2000 clanleden rond Milaan zijn bloedserieus. Dit is een uitzonderlijke opname van hun inwijdingsritueel. Bij afrekeningen werden afgelopen jaren zeker 25 mensen gedood. Alle betrokken bedrijven bij de expo zijn onafgebroken doorgelicht. 1 op de 8 bleek besmet, geïnfiltreerd door de maffia. De bedrijven zijn nu geweerd. Hoopgevend, vindt justitie. I controlli contro la criminalità organizzata per l'Expo di Milano sono stati a mio avviso estremamente efficaci da questo punto di vista. Da quello che si può sapere dovremmo essere tranquilli. Un esempio per il resto d'Europa? Potrebbero essere assolutamente adattate anche al resto d'Europa. Ci sono delle persone dell'Andrangheta che sono sicuramente olandesi, anche di nascita, e lavorano con loro. Non sbagliatevi. Brengt ons bij het weer. Peter, wat wordt het morgen? Nou, morgen wordt het bewolkt, net als vandaag in Zuid-Holland. Maar de bewolking van morgen is waarschijnlijk wat sluierbewolking. En dat betekent dat de zon daar een beetje doorheen kan schijnen. En dan wordt het misschien toch iets aangenamer dan op deze foto hier uit het zuiden van Zuid-Holland. Goed, we hebben rustig weer en laten we eens even op de weerkaart van Europa gaan kijken waar we dat aan te danken hebben. Een groot hoge drukgebied boven het centrale deel van Europa. En dat hoge drukgebied zorgt voor rustig weer niet alleen bij ons, maar ook in het Alpengebied waar het heel zonnig is. Zorgt voor uitstekende ski-omstandigheden. En echt wat wisselvallige weer vinden we eigenlijk in het noordwesten van Europa. Er ligt een groot lage drukgebied. En morgen dan komt dat lage drukgebied al een beetje dichterbij. Dat gaat aan het einde van de week ons weer bepalen. En morgen wordt het al wat wisselvallig in Groot-Brittannië. Maar ook in Noorwegen aan de kust gaat het behoorlijk wat regenen. Morgen blijft het bij ons nog zo goed als droog. En laten we eens even gaan kijken naar de nacht, hoe die bij ons gaat verlopen. Bewolkt, met in het zuidoosten mogelijk wat opklaringen. Daar gaat de temperatuur dan ook waarschijnlijk onder nul duiken. 1 of 2 graden vorst krijgen we daar. In de rest van het land, daar blijft de temperatuur op of rond het vriespunt. En in het noorden zelfs 2 of misschien 3 graden boven nul. Morgen dan hebben we dus ook vrij veel bewolking. Maar het is wel op de meeste plaatsen wat sluierbewolking. En die sluierbewolking, daar kan de zon redelijk goed doorheen prikken. Later op de dag wordt de bewolking wel wat dikker. En dan morgenavond dan gaat het van het westen uit wat regenen. Nou, de temperatuur die komt uit op zo'n 3 tot 5 graden. En de zuidenwind die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Ja, en dan de komende dagen, dan krijgen we echt heel ander weer voor de kiezer. Het wordt langzamerhand wat wisselvalliger. De temperatuur die gaat ook omhoog naar zo'n 11 graden in het weekend. De wind trekt behoorlijk aan en het wordt echt wisselvallig weer. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Supersnelrecht. 4 dagen na oud en nieuw. Gevangenisstraf voor wie auto's in brand steekt en hulpverleners belaagt. Straks in Nieuwsuur, de laagste koers van de euro sinds 9 jaar. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie? Straks om 10 uur op 2. Ik wens u een mooie avond.